Welkom, lieve mensen. Fijn dat jullie naar deze viering kijken of de moeite nemen om de tekst te lezen. En de gedachte dat veel Salvatorianen naar deze vier filmpjes kijken of deze teksten lezen, dat zorgt voor verbinding, bemoediging en inspiratie. En wat hebben we dat nodig? Want ook al is er licht aan het einde van de coronatunnel, we hebben nog wel even te gaan. Vandaag is het Palmpasen. We gaan op weg naar de Goede Week. En vandaag luisteren we naar het verhaal van Jezus die met zijn leerlingen naar Jeruzalem gaat om daar Pesach te vieren. En nu, deze zondag, wordt er vanuit verschillende huiskamers gelezen en zingen we samen. En de stemmen die vanuit de verschillende huizen samenkomen, dat blijft bijzonder. We vroegen jullie een groene tak te plukken. Buxus, rozemarijn of laurier, net wat jij in de tuin of het park je bloembak vinden kon. Dat groen maakt al iets van de lente zichtbaar. En die takken nemen we straks letterlijk in onze handen. Maar eerst maken we het stil. Landen we in dit moment van vieren. Adem in, uit en zoek dat stille moment, die ruimte waar de stem van God klank en kleur kan krijgen. Eeuwige, maak ons ontvankelijk dit uur, deze dagen voor de weg die Jezus is gegaan. Een weg van liefde, zich geven tot en met, vertrouwend dat er leven is over elk doodpunt heen. Met de palmtak aarzelend in onze hand voelen we dat er gekozen moet worden, ook in de wereld van vandaag. Verruim dan ons hart, versterk ons geloof. Amen. Palmpasen. Jezus arriveert in Jeruzalem. Het is feest. Uitgelaten menigte. Mensen wachten met groene takken in de hand op die man uit Nazareth. En ook wij plukten groene takken uit tuinen, borders en parken. Groen als lentebode. Groen waarmee we de afwijkende en bijzondere rabbi uit Nazareth in het licht zetten, groen als eerbetoon aan de man die toekomst was en is. Laten we onze takjes zegenen
Neem ze in je handen. Ieder in je eigen huis. Voel maar. Voel de takjes, de blaadjes, de nerven. Laat ze rusten in jouw hand. En weet dat andere handen op ditzelfde moment ook dit groen koesteren. Laten we het zegenen, dat tere groen, ieder vanuit ons eigen huis, maar verbonden met elkaar en met de eeuwige. Laten we samen bidden. Laat deze takken zijn een voorbode van uw leven. Laat dit groen zijn een teken van leven. Laat deze twijgen zijn een oproep om verder te zien, om meer lief te hebben, om sterker te hopen. Mogen deze takken een teken zijn van jouw zegen. Amen. Uit Psalm 118. Open voor mij de poorten van de gerechtigheid. Ik wil binnengaan om de eeuwige te loven. Dit is de poort die leidt naar de eeuwige. Hier gaan de rechtvaardigen binnen. Ik wil u loven omdat u antwoordde en mij de overwinning gaf. De steen die de bouwers afkeurden is een hoeksteen geworden. Dit is het werk van de eeuwige, een wonder in onze ogen. Dit is de dag die de eeuwige heeft gemaakt. Laten we juichen en ons verheugen. Eeuwige, geef ons de overwinning. Eeuwige, geef ons voorspoed. Gezegend wie komt met de naam van de eeuwige. We zegenen u vanuit het huis van de eeuwige. De eeuwige is God. Hij heeft ons licht gebracht. Vier feest en ga met groene twijgen tot aan de horens van het altaar. U bent mijn God. U zal ik loven. Hoog zal ik u prijzen, mijn God. Loof de eeuwige, want hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw.
We kunnen het ons bijna niet meer voorstellen. Samenkomen, samen zingen uit volle borst. Maar hier, vandaag, klinkt, gesproken dat dan wel, dit lied vol vreugde, die psalmtekst. Poorten open, naar buiten, een weg naar gerechtigheid. Een weg naar wat eeuwig en blijvend is. En dat is niet helemaal zoals we het verwachten, want anders zal het zijn. Omkeer. Wat niet gezien werd, niet telde, dat blijkt een dragende kracht. Wonderlijk. Vier dat maar, met fris groen in de hand. Voorzichtig, maar o zo uitbundig. Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Betanië bij de Olijfberg, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit. Hij zei tegen hen, ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen, zul je daar een ezelsveul vastgebonden zien staan dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan, de eeuwige heeft het nodig. Hij zal het meteen weer terugsturen. Ze gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden en ze maakten het los. Er stonden een paar mensen die vroegen, waarom maken jullie dat veulen los? Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen te zeggen en de mensen lieten hem begaan. Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels op het dier en hij ging erop zitten. Velen spreidden hun mantels uit op de weg. Anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. Allen die voor hem uitliepen of achter hem aankwamen, riepen luidkeels, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. Hosanna in de hemel. Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat hij alles in oogenschouw had genomen, ging hij, want het was al laat geworden, met de 12 terug naar Betanië. Het was een vrolijke bedoeling daar op weg naar Jeruzalem. Zoveel mensen die daar Pesach wilden vieren. Uitgelaten menigte in feeststemming. Veel om naar uit te kijken. Vrienden en familie weer zien. Goed eten en herinneringen ophalen. En ook Jezus en zijn vrienden
gaan mee in die uitgelaten stemming. Sterker nog, ze maken er een happening voor Jezus van. Hosanna, het koninkrijk komt. Weet, deze man op het veulen, hij is onze redding. En mensen nemen de verwachtingen van de 12 over. Mantels gaan op de grond en groene takken in handen om mee te wuiven. Zo begroet je een koning. Bij Marcus loopt het voor nu met een sisser af. Jezus gaat met zijn vrienden terug naar Bethanië. En wij zitten hier, zoveel eeuwen later, verlangend naar uitbundigheid en momenten om samen te vieren. Maar voor wie of wat leggen wij onze mantels op de aarde? Juichen we voor dat wat ons goed uitkomt? Voor wat past binnen onze denkbeelden? Voor wat bijzonder is? En wat maakt dat bijzondere dan zo bijzonder? Misschien is bijzonder juist wel niet meer van hetzelfde, maar juist dat wat afwijkt. Want in het afwijkende valt iets te leren. En als Jezus één ding was, dan was het afwijkend. Ik geloof in afwijkend. Ik geloof in bijzonder. Laat ons samen bidden. In de onzekere realiteit van het leven vandaag de dag worden veel van onze idealen verpletterd of op een cynische manier onderuitgehaald. Sterk ons dat we onze dromen toch niet zomaar opgeven, maar ontgoocheling om kunnen zetten in positieve kracht. Help ons om in het goede te blijven geloven, ook al kunnen we deze wereld niet onmiddellijk veranderen. Geef ons het vertrouwen dat het leven het haalt op de dood. Houd ons samen dat we blijven geloven in de kracht van de gemeenschap. Dat we onze dromen aan elkaar blijven vertellen. Dat we durven leven van wat afwijkt en het bijzondere koesteren. Sterk en bemoedig onze zieken en allen van wie de namen in dit boek zijn opgenomen. Laat ons even stilstaan bij allen
die ons in de dood zijn voorgegaan. Als teken dat we het afwijkende en het bijzondere in elkaar en anderen willen omarmen, bidden we met woorden die Jezus ons heeft meegegeven. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld, zoals wij ook aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Vlinders, zoals de zachte nachtgeluiden stil komen dwalen in je droom, raken gedachten je soms aan. Dat moeders ook dood kunnen gaan, dat vaders ook wel eens kunnen huilen en dat je nooit weet wat er komt. Hoe kun je een gedachte laten zwijgen? Het zijn net vlinders. Kun je vlinders slaan? Je wilt gewoon dezelfde blijven en dat er niemand weg zal gaan. Laat ons deze takjes koesteren als tekens van hoop, die ons tijdens de dagen die gaan komen wijzen op het licht van Pasen, nu en alle dagen van het leven. En laat ons dat doen in de naam van de Eeuwige, die we noemen Vader, Moeder, Zoon en Heilige Geest. Amen.